Zullen we eerst eens gaan kijken wat we onder polarisatie... wat we daaronder verstaan. Wat versta jij daaronder, onder polarisatie? Nou, ik versta niet een lekker debat onder. Niet een lekker debat? Nee. Wat is een lekker debat? Nou, dat je naar elkaar luistert. Flink tegenover elkaar staan. Ik versta er vooral onder wat vervreemding. Elkaar niet meer zien, elkaar niet meer willen en kunnen horen. En daarmee ook kiezen voor segregatie. Kiezen voor je terugtrekken. Kiezen voor de ander niet meer letterlijk willen zien soms als mens. Oké, okay. En wat versta jij eronder? Ja, net zoiets. Oké. Makkelijk. Nou ja, de polarisatie is... Ik heb natuurlijk wel even gekeken hoe dat gedefinieerd wordt. En dan zie je dus dat het erom gaat dat bepaalde groepen niet alleen van zichzelf van elkaar vervreemden, maar dat ze ook tegen elkaar opgezet worden. Ja, oké. Want jij zei, het is niet een lekker debat. Is eigenlijk niet ook bijna het kenmerk van polarisatie dat er eigenlijk helemaal geen debat meer is? Precies. Het is eigenlijk vooral een serie van monologen. En een monologe waarbij het niet de bedoeling is dat je hoort wat de ander heeft gezegd, maar vooral spitsvondiger, scherper, heftiger reageert. En dat is polarisatie? Nou, dat is wat ik zie gebeuren en wat wel een impact heeft. Maar wat je soms hoort, ik bedoel, laatst ging het ook over polarisatie en ging het over, ja, we moeten niet het scherpe debat uit de weg gaan en we moeten ervoor uitkijken dat we de vrijheid van meningsuiting aantasten. Dat is niet wat ik versta onder polarisatie. Ik heb het over polarisatie waarbij ik bijvoorbeeld jongerenwerkers sprak die zeiden, wij begeleiden jongeren, wij werken met jongeren die te maken hebben met dat ze zich gewoon niet thuis meer voelen in deze samenleving, of dat ze juist hele heftige ideeën hebben over anderen. Dat is waar ik het over heb als je het hebt over polarisatie. En dat is een kant van polarisatie die tot nu toe best wel weinig aandacht heeft gekregen. En ik weet dat er onderzoek nu gedaan wordt naar de impact van polarisatie op identiteitsontwikkeling. Dus hoe jongeren zich... Ik word hier zo moe van. Ja, dit soort waarom? Dingen. Sorry, de impact van polarisatie op identiteitsontwikkeling. Ja, waarom word je daar moe van? Nou, omdat ik denk van, zullen we het eerst gewoon eens hebben over, wat zijn de gevolgen van polarisatie? Punt. Nou, dat je je kut voelt. Dat je je kut voelt. Ja, als jongeren. Als je denkt, ik hoor er niet bij. Of ik ben angstig over wat er in Nederland gebeurt. Maar het is toch niet we alleen... We hebben net een hele mooie lezing van Beatrice de Graaf gezien. En zij, het was wel interessant, want wat zij zei kwam wel overeen met wat ik vaak hoorde van de jongerenwerkers en jeugdhulpverleners. Die zeiden, wij onderschatten de mate van boosheid, van onzekerheid, van heftige opvattingen onder jongeren. Wij onderschatten hoe jongeren tegenwoordig veel heftiger naar de ander kijken. En wij onderschatten hoe bang ze zijn. Oké. Tegenwoordig veel heftiger naar anderen kijken. Het zijn niet alleen jongeren. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar over jongeren te gaan. Het gaat over een heleboel mensen in de samenleving. Waar komt dat vandaan? Hoe komt dat tegenwoordig veel heftiger en bozer en niet meer on speaking terms zijn? Ik zeg het nu even in mijn eigen woorden. Waar komt dat vandaan? Nou, ik weet niet of het nou per se zo heel veel heftiger is. Het is wat minder overzichtelijk dan vroeger is dat het geval het punt? Was. Nou ja, ik ben nog wel opgegroeid in een tijd waarin je niets van de katholieken moest hebben en niets van de protestanten of niets van de arbeiders. Ja. En dat was de verzuiling. Had je echt geen, ja, maar dat is in zekere mate natuurlijk ook een voorbode van die polarisatie. He, dat die groepen stonden zo tegenover elkaar dat daar geen contacten waren. Ik denk dat wat net gezegd werd over identiteit, dat ook wel heel interessant is. Als je een duidelijk vijandbeeld hebt, dan kun je daar ook op een bepaalde manier een identiteit aan ontlenen. En dat zie je vandaag de dag ook. Hè. Het gaat niet alleen om jongeren, maar ik zie ook een polarisatie bijvoorbeeld tussen stad en land. Tussen Randstad en waar ik dan vandaan kom. Kun je dat niet horen? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Twente. Oké. Okay. Ja. Ja. Daar kom ik nog mensen tegen die af en toe zeggen van, god, woont jouw dochter in Amsterdam? Ja. Ja. Maar we hadden het over polarisatie. Ja, maar dat is ook polarisatie. Maar, sorry, het verschil tussen... Het verschil tussen bijvoorbeeld wat je nu zegt, stad en platteland, heeft toch niets met polarisatie te maken? Dat is een verschil.
Het dwingt ons hooguit na te denken over verschillen die niet meer samen te brengen zijn. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar een vakgebied dat ik heel erg interessant vind, hè, dat is zoiets als, ik ben veel bezig met ecologische vraagstukken en zo, en als je dan met mensen discussieert over klimaatverandering, dan zijn ze over het algemeen, en ik doe dat zelf ook als de kippen erbij, om de hele boerenstand van alles de schuld te geven. De boer, het is boer. En die boeren reageren dan ook. Als ik daarop bijvoorbeeld iets zeg in Trouw, krijg ik een hele vracht aan brieven van boerinnen die niet meer met mij wilden trouwen. Ach. Ja. Ja, nu begrijp ik ook de impact die polarisatie ja, kan precies. hebben. Precies. De cirkel is rond. Ja. Maar goed. Eventjes nog naar hoe het komt, polarisatie. Jij zegt het is onoverzichtelijker geworden. Ja. Je had het er straks over de verzuiling. Volgens mij, dus protestantisme was een zuil en katholicisme was een zuil, arbeiders was een zuil, zo waren er nog een paar zuilen. Volgens mij was het kenmerk daarvan dat de mensen onderling niet met elkaar praten, ja. maar dat hun leiders wel degelijk met elkaar praten. Dat noemden wij... Namelijk gewoon, zo reageerden wij dit land namelijk. Die gingen representatieve gewoon, de democratie. Dus daar werd wel gepraat bij de leiders. Dat was dus overzichtelijk. Dat is dus nu niet meer. Is dat het? Ja, dat is zeker wel dat is zeker weggevallen. En daar komt ook nog iets anders bij. Ik weet niet of jij dat herkent, maar mensen reageren ook altijd heel persoonlijk en meteen zo geagiteerd, hè, die personificatie zoals dat heet. En ze voelen zich door alles aangesproken, aangetrokken. Ze hebben ontzettend veel, dit is mis en dan boef. En dan reageren ze daar heel heftig op. Dus dat gebeurt ook. Maar hoe komt dat? Daar probeer ik achter te komen. Waarom is dat typisch iets van deze tijd? Ik denk dat het met zoveel factoren te maken heeft, die niet alleen maar te maken hebben met hoe wij nu hier bij elkaar zitten of in dit land samen. Nou, wij doen het nog lekker zo, vind ik zelf. Hier wel. Is het een prettige bubbel. Toch? Zij luisteren, wij praten, er is nog niemand die roept sodemiet erop, dus dat kan nog wel. Stel je, als er iemand hier opstaat en gaat zeggen van sodemiet erop, precies. Ja. Nee, maar ik bedoel, daarom zitten we hier, ja. om erachter te komen waarom polarisatie... tegenwoordig een punt is, dat wordt waarom, laten we zeggen, het onderbuikgevoel regeert, waarom de nuance verdwenen is, waarom mensen niet meer met elkaar praten, al dan niet in groepen of al dan niet. Jij zegt nou dat onderbuikgevoel en wat je, een van de belangrijkste vormen van polarisatie is de zogenaamde weldenkenden tegen de zogenaamde onderbuik of volk, elite of... en zoiets. En wat je daar. Dus wij zijn ontzettend heel snel vandaag de dag in het toeschrijven van irrationaliteit aan groepen met wie we het niet eens zijn. Vroeger was je bijvoorbeeld niet met mensen eens, maar nu is degene die het niet eens is, of met wie je het niet eens bent, is bijna altijd dom. En die wordt meteen allerlei irrationaliteiten. Verweten. Ik denk dat het vroeger ook gebeurde, eerlijk gezegd. Alleen zei men het niet zo sterk en zette men het niet op Twitter of Facebook, et cetera. Ik denk dat dat het versterkt, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat we gewoon bang zijn. Dat als je gaat kijken naar de geschiedenis, we hebben daar net een hele mooie lezing van Beatrice de Graaf over gezien. We zitten in een tijd waarin mensen, zeker na 9-11, gevoerd worden... met onzekerheid, gevoerd worden met twijfels, voor een deel ook met fake news. En dat is niet nieuw, dat gebeurt al tijden, maar het krijgt nu meer aandacht. En ik denk dat dat een hele grotere, impact heeft, weer dat woord, invloed heeft dan we denken. En ik vond het interessant, in mijn onderzoek ging een keer gesprek met docenten. En wat die vaak aangaven was dat wij kijken nu in het beleid vaak naar wat moeten we doen met kinderen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat kinderen werkelijkheid en fake news van elkaar kunnen onderscheiden? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zinnig met elkaar het gesprek aangaan? Maar wat die leraren bijvoorbeeld zeiden, was nou, ik heb soms last van mijn collega die er irrationele ideeën op nahoudt. Ik heb soms last van een organisatie waar ik me niet vrij voel om open te
zeggen waar ik me zorgen over maak. Maar je gooit nu een heleboel dingen op een hoop. Ja. Fake news, weet ik veel wat allemaal, twijfel, angst, onzekerheid. Het zijn allemaal vergelijkbare dingen. Dat zijn allemaal dingen, maar we hebben het over polarisatie. Hoe dragen al deze dingen bij, die jij nu noemt, al deze verschillende dingen, ja, bij tot polarisatie? Ze leiden ertoe dat je sterker afstand neemt van de ander. Dat je inderdaad sterker doet, wat jij net zei, de ander ziet als iemand waar je minder rekening mee hoeft te houden, die je minder waardig kunt achten en waar je minder empathie mee hoeft te hebben, voor een deel. Dat is wat ik zie, niet of wat ik hoorde van professionals. Maar ik denk dat dat met elkaar te maken heeft. Dat dat uiteindelijk het resultaat is van die onzekerheid en die angsten, et cetera, et cetera. René, kun jij daar een soort van filosofisch denkkader aan geven? Jawel. Wat fijn. Ja. We luisteren. Kijk, ik... In de eerste plaats denk ik dat wat ik net al zei, dat polarisatie belangrijk is om jezelf te bevestigen. Dus in de ontkenning van een ander zit een zelfbevestiging. En het verschil met zeg de jaren 60, tijden van de Koude Oorlog, is dat we nu die ontkenning van de ander steeds meer, dat kan steeds meer plaatsvinden. Nieuws is veel dichter geworden en dergelijke. Het is niet zozeer dat fake news iets nieuws is. Fake news is van alle tijden. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat kranten als Bild in Duitsland of Telegraaf zijn jarenlang alleen maar hoog gehouden met geld van de CIA. Om de anticommunistische stemming er goed in te houden. Dat vergeten we wel eens. Hè? Dus in die zin, maar nou, die bronnen die komen niet meer van enkele kanalen. Die komen van heel veel verschillende kanalen. Het gaat niet meer alleen om kranten, maar het gaat ook om wat ze dan bubbels noemen, waar jij het net over had. Het gaat om dat geeft jou ontzettend veel mogelijkheden om jou af te zetten tegen iets wat niet helemaal met jou strookt. Ja. En die ontkenning van de ander, die is dan ipso facto een soort van zelfbevestiging. Ja. Nou, wat ik zelf heel leerzaam vond of heel interessant vond om mee te krijgen is Bart Brandsma. Hij heeft een heel mooi boek geschreven. Zoek zijn website op en je kan het bestellen. Maar hij heeft veel onderzoek gedaan naar polarisatie. En hij beschrijft hoe wij in onze samenleving, en dat zie je inderdaad gebeuren, hoe wij in plaats van... Normaal gesproken heb je een soort normaalcurve, noemen ze dat, waar de meeste mensen zeg maar in het midden zitten en er flanken zijn aan rechter- en linkerzijde. De laatste jaren, de laatste decennia ontwikkelt zich dat tot een soort van BH-model, zou ik willen zeggen. Ja, het gaat zo. Waarbij het zo gaat. Ja. En waarbij het midden dus steeds meer richting de flanken wordt geduwd. Er is dus steeds een steeds kleiner midden qua opvattingen, qua ideeën, qua eensgezindheid. En die flanken die worden steeds verder richting de verschillende polen geduwd. Niet alleen door hele heftige opvattingen van verschillende kanten. Je hebt, als je het hebt bijvoorbeeld over IS, dat is bijvoorbeeld zo'n actor die heel sterk duwt op de ene vlak. Maar je hebt het ook over, wat zij doen tegenwoordig is niet zozeer richting de ander. Zij, die heftige extreme opvattingen en partijen daarin, proberen juist de eigen groep, bij wijze van spreken, te beïnvloeden. Die recruteren in het midden. Proberen die steeds verder richting hun kant te duwen. Ja. De analyse die heel vaak gegeven wordt, is die van teleurgang van middengroeperingen. Precies, ja. Ook qua opvattingen. En als middengroepen bijvoorbeeld geen baanzekerheid meer hebben, laat ik eens een andere factor erin brengen, dan laten ze zich ook niet meer door middenpartijen representeren. Wat jullie nu jullie noemen allemaal, dus nu heb je het plotseling over een sociaal-economisch facet. Ja, speelt ook een rol. Dus baan, ja, speelt allemaal. Ik probeer iedere keer dat jullie iets zeggen, probeer ik weer een soort van samenvatting te geven. Dat is best ingewikkeld, kan ik je melden. Dus een sociaal-economisch facet heeft dus baanzekerheid. Mensen die het gevoel hebben dat ze er niet meer bij horen, ook niet qua nuttigheid voor de maatschappij, zullen we nu maar even weer zeggen. Jij had het over angst, over onzekerheid, over dat alles zo diffuus is geworden en zo onduidelijk dat je ook niet meer weet wat je van alles moet denken en zo. Ik,
Het is natuurlijk, het is niet zo alsof we allemaal elke dag met bij wijze van spreken met een brandwerend gebeuren naar buiten gaan. En is het dan de schijnzekerheid van de extreme? Ja. De schijnzekerheid noem ik het dan even, maar misschien is het wel de zekerheid van de extreme die aantrekkelijk is. Nou, het is denk ik de schijnzekerheid enerzijds, maar ook dat je gedwongen wordt tot een opvatting. Je mag niet meer gewoon. Ja, in zekere. Ja, kijk naar hoe we op social media met elkaar in discussie gaan. Hoe je in zekere zin niet meer gewoon kunt zeggen: ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nou, maar ik vind schijnzekerheid. Ik vind het niet belangrijk. Ik vind schijnzekerheid wel een mooi woord. Ik bedoel, dank je. Dat ja, nee, want daar gaat het natuurlijk ook in hoge mate op. Want kijk, aan die extreme kanten zie je ook de heel duidelijke boodschappen, ja. Heldere boodschappen, sterke structuren, sense of belongingness die daardoor kan ontstaan. Die bij meer gematigde kanten natuurlijk er niet is, want daar is alles vaag en genuanceerd en heeft het grijs tinten. Ik kan me heel goed herinneren dat ik vorig jaar hier in deze stad de opening van het academisch jaar op de universiteit mocht verzorgen. Of een toespraak houden. Niet verzorgen, dat is iets heel anders. En toen kwam. Er waren studenten die hadden een soort comité opgericht. En dat heet Dare to be Grey. Ja. Durf eens grijs te zijn. Mm. En dat vond ik op zich wel erg interessant. Want dat, ja. Dat, het grappige is, vroeger was de middenweg gulden en nu is die grijs geworden. Ja, zeker. Blijkbaar. Ja, dat klopt. Ja. Vroeger was het de gulden middenweg. Daar wilde iedereen wel zijn. En de truc van de gulden middenweg was natuurlijk dat je nooit precies wist waar het midden was. Dat ook. Ja, en dat was weer bij de gratie van de uiterste. Ja, en dat is. Ja, dus wat is bijvoorbeeld een deugd? Dat is altijd het midden tussen twee extremen. Ja. Aristoteles. Maar goed, nu wij constateren nu dat de extremen steeds meer, aan invloed en ook aan volume winnen. En dat de deugd steeds minder in trek is. Om het maar even in deze beeldspraak te houden. Wat. Nou, dat ben ik niet met je eens. Oh, sorry. Dat de deugd daardoor minder in trek is. Want het kenmerk van die extremen is dat ze juist ook in hun normativiteit en hun pleidooi voor bepaalde deugdzaamheid extreem zijn. Ja. Het gaat er niet aan om te zeggen dat dat onethische mensen zijn of zo. Nee, zo bedoelde ik het ook niet, eerlijk gezegd. Ik bedoelde meer te zeggen dat dus dat het midden steeds kleiner wordt en dat het steeds minder populair is om in het midden tot het midden te behoren. Daar waren het volgens mij over eens. Goed. Jullie hebben ongeveer geschetst hoe dat dan wat er allemaal factoren zijn die daar een rol bij spelen. Wat zijn daar nu de gevolgen van? Wat voor gevolgen zien jullie hiervan, van deze ontwikkeling, dat de extremen steeds meer aanhang krijgen, van welke kant ook? Ja, wil je de. Wat voor maatschappelijke gevolgen zou je daar. Dat mensen vatbaarder zijn voor allerlei idiote complottheorieën, van alle kanten. Margalit Kleijweg, de journaliste, heeft een heel mooi onderzoek gedaan. Ik kwam op heel veel scholen in Nederland en ze trof daar, bijvoorbeeld in Hengelo, ook scholen waar veel kinderen het gevoel, veel studenten dachten dat dat Syrische jongetje wat op het strand lag, wat we allemaal voor ogen kunnen halen, dat daar neergelegd was. Dat was ooit een iconische foto van inmiddels alweer. Ja, 5 jaar, 6 jaar. Nee, drie jaar geleden. Nou goed. Oh, ja. En dat dachten ze in mijn geboorte. Dat het neergelegd was om ons te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat de vluchtelingenstroom zomaar binnen kon komen. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook hier in Amsterdam-West of hier in Utrecht zul je kinderen hebben die denken dat 9/11 een zionistisch complot is. Dus het bevordert complotdenken, het bevordert ook vooral het vijanddenken. Want die complotten worden door de vijand uiteraard. Ja. Wat zijn er nog meer voor maatschappelijke ontwikkelingen die je hieraan kunt relateren? Isolement van veel mensen. Overal waar ik kom, ik heb jou net al daar verteld dat ik vanmiddag. Ja, maar daar waren zij niet bij. Nee, maar dat ik vanmiddag een conferentie had over woningcorporaties.
En dan hoor ik dan wat mensen praten. Die zijn alleen maar bezig om contacten te leggen. Contact, 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 contact. Dus kennelijk is er iets aan de hand. Namelijk dat mensen gewoon geïsoleerd zijn. En dat ze niet bereikt worden. Door wie worden ze niet bereikt? Dat wordt dan nooit helemaal duidelijk. Maar ze willen allemaal transversale verbindingen en weet ik veel wat. En dat komt omdat dat idee dat de samenleving een netwerk moet zijn, dat klopt helemaal niet. Het is een weefsel, maar het is een weefsel dat vol met scheuren zit. En het is een oud idee, hè, van in de filosofie ook, hè, van Plato. Hè, wat moet de leider van een land doen, hè, de stuurman van het land? Die moet een weefsel maken. En hij moet de gemeenschap moet geweefd worden, letterlijk. En als daar dus scheuren in zitten, iets wat sociologen, en allemaal die mensen dat constateren, dan zoekt men voortdurend naar een soort naald om het weer dicht te maken. Het is grappig, dat jij dat nu zegt, is proberen erover na te denken. We hebben het doorlopen, we doen niet anders dan netwerken met z'n allen. Sociale media, netwerken is, je moet netwerken om ergens te komen. Maar wat jij eigenlijk zegt is, het bestaat niet meer netwerk. Het netwerk bestaat niet meer. Het netwerk heeft vertoond allerlei gaten. Het vertoont gaten, het weefsel van onze maatschappij. Hoe zou je nu, jij zegt nu net, de leider van dit land, even af, ik wil niet over Rutte hebben, maar de leider van dit land, leiders, de politici, zouden dus weer werk moeten maken van het weven van het netwerk. Ja. Hoe? Nou ja, daar heb ik geen antwoord op, want dat weet ik niet. Ik weet wel dat natuurlijk her en der geprobeerd wordt. Maar mensen denken alleen maar aan partiële netwerken. Dus aan partiële groepen en weet ik veel wat. Dus daarom kom je dus bijvoorbeeld ook overal dat woord inclusiviteit tegen. Met al zijn gevaarlijke kanttekeningen. De inclusieve stad. Dat is ook zo'n term die je overal tegenkomt. En dat is iedereen erbij. En ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die daar ook niet helemaal goed van worden. Maar hoe leer je weer omgaan? In feite gaat het over verschillen. En we accepteren elkaars verschillen niet meer. Ja. We accepteren niet meer waarin we van elkaar verschillen. Dat is in feite wat er aan de hand is, als ik even vertaal wat jullie zeggen. Hoe leer je weer om te gaan met die verschillen? Ja, ik denk dat daar... Als je kijkt naar leraren bijvoorbeeld, ik sprak een lerares, Trudy Koenen, die ook heel bekend is als de lerares van het jaar in 2010. En die... Het is alweer 8 jaar geleden, hè? Nee, maar ze is nog steeds heel actief en lerares. Maar zij had wel een mooie methode. Wat zij deed was elke dag met elk lesblok wat ze had van 2 uur, begon ze met 10 minuten kletsen. Kon over van alles gaan, waardoor de kinderen heel vertrouwd met haar waren. Er was een hele sterke band tussen haar en de kinderen, de leerlingen die zij les gaf. En waardoor ze ook op moeilijke momenten lastige onderwerpen aan kon kaarten. En ik denk dat wat je daaruit ziet is dat vertrouwen en band hebben, die band die moet waarachtig zijn, die moet authentiek zijn. Als je dat voor elkaar krijgt, dan kun je het over heel veel hebben. Ook over die angsten, die onzekerheden. Maar die kinderen komen ook, die hebben dan 10 minuten iedere dag. Daar wil ik helemaal niet denigrerend over doen. Helemaal niet, integendeel. Maar die kinderen hebben dan iedere dag 10 minuten en die komen daarna naar huis. Die komen thuis. En die krijgen daar heel veel langer dan 10 minuten hele andere dingen te horen. Denk je dat dat dit de manier is? Het is voor een deel... Is dat de manier? Het is niet de hele oplossing. Ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar docenten, naar jongerenwerkers. Ook jongerenwerkers spelen daar een hele belangrijke rol in. Die kennen vaak die ouders, die kennen vaak de wijk, die weten waar kinderen wonen. Als je gaat kijken naar heel veel gemeenten, zijn juist jongerenwerkers nu de afgelopen jaren het stiefkindje van de begroting geweest. Precies. En dat niet alleen op momenten dat je iets lastigs wilt bespreken. Ja. Op momenten dat het
dat het nergens over hoeft te gaan. Je moet letterlijk investeren in vredestijd. En dat geldt niet alleen maar voor op landelijk politiek. Het gaat juist over op wijkniveau. Gewoon wat politie, wat een wijkagent kan doen, wat een jongerenwerker kan doen, wat een docent kan doen. Dus dat is het hele praktische. Het is lullig dat ik steeds roep van dat jij dan het denkkader moet verschaffen. Maar jullie zijn wel ook daarop uitgekozen. Dat nadenken over verschillen. Kun jij daar ook een filosofisch denkkader aan geven? Want dat is uiteindelijk wat er... Of omgaan, niet zozeer nadenken over verschillen, maar omgaan met verschillen. Dat betekent in de eerste plaats dat je gewoon het verschil complexer en anders moet leren denken. Het verschil moet je complexer en anders leren denken. Dus niet denken in termen van polaire tegenstellingen en dergelijke. Dus er zitten allerlei schakeringen. Dus wij denken heel snel, als jij het niet eens bent met mij, dan is er iets mis met jou. Je kunt ook gewoon zeggen van, nou, zit wel wat in en het is misschien iets anders. Dus dat verschil, wij zijn ontzettend geneigd om over verschillen, dus over dat conceptverschil heel simpel na te denken. Terwijl het eigenlijk steeds meer vervaagt. Wij willen overal lijntjes, grensjes en weet ik veel wat. En dat is een element, dat is heel moeilijk. Er is bijvoorbeeld niet lang geleden is er een boek verschenen van twee collega's van mij. Waartoe is Nederland op aarde? En daar staan dan dingen in over wat betekent het nou om Nederlander te zijn? En dan staan dan allemaal mooie dingen. Nederlanders die zijn ontzettend eerlijk, zijn robuust, wat recht voor de raap. En iedereen die houdt van dit land, die krijgt daar bijna een soort zelfbevlekkingsdroom van als hij dat soort teksten leest. En dat is echt heel interessant. En alleen ik denk van, zijn wij dat echt? Herken ik dat nou echt? En is dit nou wie wij zijn? Dus ik ben er altijd voor om dit soort dingen wat ingewikkelder te maken. Omdat ze ook heel ingewikkeld zijn. Jawel, maar het is al ingewikkeld genoeg. Ik bedoel... Accepteert die accepteer het maar. Ja. En dat is iets wat je mensen moet bijbrengen. Hoe kun je ervoor zorgen dat verschillen, niet de sociale cohesie, dat is waar we het over hebben, dat netwerk, dat weefsel, dat niet het verstoort, maar dat het juist... Bij elkaar brengt, dat het verschil is dat ons bindt. Zeg ik nu iets heel raars? Je kunt die verschillen bijvoorbeeld makkelijk overbruggen door min of meer heldere en coherente vormen van praktijken te beginnen. Ja. Er is een heel simpel voorbeeld hiervan. Ieder weekend staan 1,2 miljoen mensen, meestal mannen, steeds vaker ook vrouwen, staan op voetbalvelden. Ja. En daarin zie je dat door die praktijken gewoon bepaalde verschillen gewoon wegvallen. En ik denk ook dat je kunt focussen op dingen die je wel gemeen hebt. Ik vind bijvoorbeeld in Rotterdam hadden ze een moederraad ingesteld in plaats van een ouderraad. Moederraad waar allerlei moeders van verschillende komaf in zaten. Die elkaar vonden, die van elkaar leerden, die daardoor via datgene dat zo vanzelfsprekend voor hen allemaal was, elkaar leerden waarderen. En ik denk ook dat we eerlijk gezegd gewoon in onze samenleving veel meer moeten gaan twijfelen en twijfel omarmen. En twijfel... Ja, ik doe niet anders dan twijfelen. Je bent heel erg op zoek naar zekerheid. Maar wat jullie in feite zeggen, je moet klein beginnen. Ook. Je moet klein beginnen, je moet contact met elkaar blijven zoeken. Ja. Het is onbevredigend, hè, dit. Het is wel een half uur, is wel voorbij. Maar wil jij dan gewoon een... Ja, ik wil gewoon een oplossing, ik wil een kant-en-klare oplossing. Ik wil nu van jullie... Van een praktisch iemand en een denker wil ik een kant... Nee, natuurlijk niet. Ik weet wel dat niet kan. Maar ik vind het zo'n machteloos... Wil je een revolutie? Zal ik een mooi voorbeeld geven? Tot slot, hè, want we moeten er ook mee ophouden. Heel kort. Het is een heel mooi voorbeeld wat in ieder geval hoop geeft. En ik denk dat hoop heel belangrijk is, naast twijfel. Maar een voorbeeld was van Arend Jan Boekenstein, ook oud-Kamerlid voor de VVD. Geeft ook les geschiedenis hier aan Universiteit Utrecht. En die had een heel mooi voorbeeld van een geeft avondcollege. Dus veel werkstudenten, en er was één avond, ging het in zijn college over 9/11. Zat de studenten bij, hardwerkend overdag, had een rijschool, maar studeerde ook geschiedenis ernaast, van Marokkaanse komaf.
En het ging over 9-11. Ze zegt, ja, dat is een Joods-Zionistisch complot. Dus dat zie je ook op universiteiten. En wat hij deed, en ik vond dat heel indrukwekkend en tegelijkertijd precies datgene wat heel veel docenten aangeven dat zij doen. Hij zei niet meteen, wat zeg je me nu, klas uit of collegezaal uit of wat dan ook. Oké, nu waarom vind je dat of waarom denk je dat? Hij maakte het hele collegeuur vrij bij wijze van spreken en ging daar onderzoek naar doen. 2 uur lang filmpjes opzoeken, statistiek opzoeken, in gesprek. Een aantal van de studenten moorden wat. Maar uiteindelijk wat ze na 2 uur met elkaar in gesprek gaan, heel serieus haar punt onderzoeken. En ondertussen achterhalen dat er geen enkele feiten dat punt onderbouwden. Wat er gebeurde in die collegezaal was iets heel bijzonders. Uiteindelijk was iedereen heel blij met het feit dat ze dit gesprek hadden gehad. Zowel die studenten als de rest van de studenten, als Arend Jan Boekenstein. En hij zei waarom het kon, waarom het zo kon, was omdat ik al vaker tegen die studenten had gezegd dat ik ongelooflijk trots op haar was, heel veel vertrouwen in haar had, het heel goed vond hoe zij het deed en dat zij ook vertrouwen in hem had uitgesproken, dingen voor hem had gedaan. En ik vond dat wel een voorbeeld van hoe je toch heel ver kunt komen door verbondenheid te creëren vooraf. En wat hij had gedaan was investeren in vredestijd. Het vergt veel werk, dames en heren. Ja. Daar gaan we het mee afsluiten. Ik dank u wel. Hmm. Dank jullie wel. Dank je wel.